Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 oktober 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Even een mededeling vooraf, vanaf zondag 25 oktober begint de avonduitzending van de Daily Minutes in plaats van om 5 over 7, al om 7 uur vanaf aanstaande zondag dus. Vandaag een Daily Minutes met veel IT-nieuws. Maar we beginnen met Larry, Whiskey 2, Lima Juliet. Die merkte bij een QRP-trip naar de natuur dat zijn buddystick-antenne nogal vies was. Hij pakte een in de VS verkochte spuitbus WD-40 reinigingsmiddel en ontdekte vervolgens dat de beide letters WD daarin waarschijnlijk staan voor Whopping DX. Na het reinigen met een handvol verband uit de eerste hulpkit en deze WD-40 werkte hij op 15 en 17 meter het ene DX-station na het andere. Conclusie van Larry was dat het wel aan deze spuitbus met DX-spray moest liggen. Die gaat de volgende trip dus opnieuw mee. Goed nieuws over PLC. Bestaat dat? Jazeker bestaat dat. Senelec-commissie TC201WG11 heeft zojuist een nieuwe standaard voltooid die naast de huidige standaard voor PLC in werking komt. De huidige standaard gaat namelijk alleen over frequenties onder 30 MHz. Dat betekent dat de apparaten die aan de huidige standaard voldoen bij telkens toenemende bandbreedtes wel onze 50, 70 MHz en hogere banden vol mogen braken met hun hoogfrequent prut die sowieso niet voor de ether bestemd is. De nieuwe norm voorziet in notches tussen 50 en 52 MHz en 70 en 70,5 MHz. Over hogere frequenties wordt in het bericht op de IARU-website niet gesproken. In Japan is bijvoorbeeld al jaren sprake van storingen zo hoog als 600 MHz. Hoger gaan de breedbandproviders waarschijnlijk niet, want er zijn grenzen aan het treiteren van de in ontvangst van radiosignalen geïnteresseerde mens. Je wilt tenslotte niet het bereik van je eigen mobiele netwerken gaan verpesten. Een voormalige HP-medewerker heeft een app gemaakt waarmee je de irritante Windows 10 spam kunt blokkeren die bij ondergetekenden bijvoorbeeld vrijwel iedere dag wel een keer zijn werkzaamheden een keer afdekt. Als je die melding krijgt, heeft de firma uit Seattle op dat moment overigens al tussen de 3 en 6 gigabyte door onnodige downloads van je internetbundel gestolen, ook wanneer je expliciet hebt aangegeven dat je geen ongevraagde updates wilt krijgen. Dan staat die hele Windows 10 dus al kant en klaar om geïnstalleerd te worden gigabytes van je harde schijf bezet te houden. De maker garandeert dat de blokkering, als je je bedenkt, ook weer helemaal teruggedraaid kan worden. Niet vermeld wordt of de betreffende gigabytes schijfruimte bij de app ook weer vrijkomen. Een linkje is te vinden op www.pa0ete.nl. De Britse overheid meldt dat ze grote hoeveelheden geld bespaart door LibreOffice te gebruiken in plaats van de betaalde producten die daarvoor gebruikt werden. Het Britse kabinetskantoor Crown Commercial Service kan in een recent persbericht gewoon niet stoppen de loftrompet te tuiten over de voordelen. LibreOffice is compatible met zowel Google Docs als Microsoft Office en Office 365. Ondanks een stevige lobby van Microsoft maakte CCS vorig jaar ODF tot standaard in plaats van de tot dan toe gebruikte Microsoft Office formaten. De Britse overheid gebruikt een voor de publieke sector aangepaste variant van LibreOffice, GovOffice genaamd. Ook de Nederlandse overheid gaf kort geleden te kennen sterk te overwegen naar het ODF formaat over te willen stappen. Ten slotte was daar nog de FBI met een nogal merkwaardig en opmerkelijk advies aan bedrijven die zijn getroffen door ransomware. FBI adviseert bedrijven om gewoon maar te betalen. Het blijkt niet mogelijk te zijn, of in elk geval niet financieel rendabel, om de cryptografie van de criminelen met malware als bijvoorbeeld CryptoLocker en CryptoWall te ontcijferen. Ook bij de criminelen valt een veranderde houding te bespeuren. Steeds vaker stellen ze zich zeer behulpzaam op en geven ook de garantie dat het bij één enkele betaling zal blijven en dat de versleuteling ook voor 100% zeker zal worden hersteld. Nog even en ze mogen risicoloos belasting betalen en krijgen een notering aan de beurs. Wat klopt er aan dit plaatje niet? Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Vergeet vanavond de lange uitzending niet. Die is vanaf 10:30 op PI3 UTR. Volgens het dadelijk nog het tweede deel van het verhaal over MIMO of MIMO dat ik vorig jaar oktober voor PI4 AA maakte en de rubriek Het Morsewoord. De behoefte bij professionals naar bandbreedte is zo groot dat ieder beetje extra bandbreedte uit de bestaande banden wordt geperst. Dit is dus een van de manieren waarop dat gebeurt. Het is dus ook geen wonder dat deze organisaties en bedrijven geregeld hun blikken watertandend op ons niet genoeg gebruikte amateurspectrum laten vallen. Het idee van MIMO is overigens beslist niet nieuw. De eerste ideeën voor de techniek stammen al uit het vroege begin van de jaren 70. In de jaren 90 werden diverse patenten op dit gebied verkregen door meerdere partijen. Op zich is de techniek niet zo heel bijzonder. De vele QSB die mobiele apparaten op bijvoorbeeld 70 centimeter ondervinden, komen in hoofdzaak doordat het signaal tegen objecten zoals gebouwen en masten reflecteert en dan zowel rechtstreeks als via verschillende omwegen naar een ontvanger toe komen.
Op het moment dat de tijdvertraging van een van de indirecte signalen zodanig is dat deze precies in tegenfase is met een van de andere indirecte signalen of met het directe signaal, dan is er sprake van een zogenaamde dip. Iedereen kent dat wel, dat je voor een stoplicht komt te staan op een punt waar het signaal precies niet te ontvangen is. Bij MIMO worden de signalen uit verschillende richtingen apart vanaf de zendkant aangestuurd en aan de ontvangkant ook weer apart ontvangen. Zodoende is er dus sprake van twee of nog meer signaalpaden op precies dezelfde frequentie. Dit is dus iets anders dan bij co-channeling, waar de repeaters als PI3 UTR, PI2 NOS en het Coversity project mee experimenteren. Daar wordt ook geëxperimenteerd met meerdere signalen op dezelfde frequentie, maar in tegenstelling tot MIMO is het daar de inhoud van de verschillende zenders identiek, terwijl dit bij MIMO dus juist verschillend is. De details van de techniek zijn te gecompliceerd om in dit korte bestek helemaal op in te gaan. In zijn volle omvang is de techniek ook nog ingewikkelder dan ik hier beschreven heb. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van meer dan twee punten waar de techniek gebruikt wordt. Een multi-user opstelling dus. Eenvoudig gezegd worden bij veel systemen de verschillende bundels volgens een bepaald fasepatroon uitgezonden, zodat ze elkaar zo weinig mogelijk tegenwerken. De bundels worden daarnaast gecodeerd, zodat aan de ontvangstkant de verschillende bundels uit elkaar kunnen worden gehouden. Daarnaast worden bij bepaalde systemen ook adaptieve antennes gebruikt. Dit soort antennes worden tegenwoordig ook in militaire communicatiesystemen toegepast die in de banden tussen 30 en 50 gigahertz werken. Het is met dergelijke antennes mogelijk om vanuit een geostationaire baan bundels te maken van slechts 300 meter breed. Die smalle bundels zijn bij gevoelige, CQ-vertrouwelijke communicatie een goede garantie dat het signaal, zeker als het ook van encryptie voorzien is, niet eenvoudig af te luisteren is. Op bijvoorbeeld de Engelstalige Wikipedia is meer te vinden over deze techniek. Simpelweg zoeken op het woord MIMO, Mike, India, Mike, Oscar. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS. Nu is dat nog om 5 over 7 en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.